We hebben nog een vraag voor jou, Ivo, van Michael. Wie draait er nu op voor de kosten voor de stalling van die enorme boten, hè, die we net ook zagen, van de oligarchen? En krijgen ze hun spullen weer terug als de oorlog voorbij is? Nou, het zijn twee vragen. Ja. De eerste vraag is, dat is de partij die de bevriezing verricht. Laat ik het zo zeggen, er is niks over geregeld. Mm. Uitgangspunt is dat het de partij is die de bevriezing verricht. Ja. Nou, en je ziet nu ook bij dat soort grote producten, hè, dus die schepen, maar ook vastgoed, dat daar eigenlijk geen, dat kun je niet bij de particuliere partijen neerleggen. Mm. Dus dan zie je dat de overheid optreedt en dat in beslag neemt. Feitelijk bevriezen ze dat. Hè. In beslagneming is toch echt iets anders. Dat is namelijk gebaseerd op strafrecht en dit is sanctierecht. Dus dit is een inbeslagneming om te bevriezen, dus om het te bewaren. De gedachte is niet dat het uiteindelijk kan worden geconfiskeerd. Ja. Maar je moet het ook uiteindelijk weer teruggeven. En dat is dan afhankelijk van wanneer de sanctie weer wordt opgeheven. En we hebben, Rob vertelde het net al, ook ten aanzien van Iran gezien. Dat kan maar zo decennia duren voordat sancties weer worden opgeheven. Ja, en zo'n schip is natuurlijk na 20 jaar niks meer waard. Nee. En dan en die stalling waar Michael het over heeft, is dat dan... Al die tijd moet dat schip dus gestald worden. Ja. En die kosten zullen in dit geval door de overheid worden gedragen. Dat zijn gigantische kosten. Want het schip moet wel blijven draaien. Ja, precies. Dat mag je dus ook niet laten verroesten, begrijp ik. Nee. Nee, ook daarover is niks geregeld. Maar je hoeft het ook niet te updaten of zo. Nee. Dus je moet hem onderhouden zoals hij is. En dan moet je hem weer teruggeven. Maar goed, ongeacht of je... Vaak zit de bemanning er nog op. Ik mag hopen dat ze die er wel afhalen voordat ze... Iemand moet al die apparaten... Is eigenlijk wel eens een oligarch geweest, Ivo, die jou heeft opgebeld. Die zegt van, mijn jacht ligt ergens in een haven. Kan je even helpen? Nee, dat niet. Tot vooral Nederlandse ondernemers. Ja. Nee, we zijn wel benaderd door oligarchen, maar daar voelen wij ons niet... Zeg je dan nee? Dat vinden wij in dit geval niet zo gepast. Oké. Stuur ze dan naar een andere advocatenkantoor waarvan je weet... Ja, moeten ze doorsturen om te kijken of ze ergens anders terecht kunnen. We hebben nog een kijkersvraag van Lau. Ja, Lau vraagt ons, kan het geld, we hadden het er net ook een beetje over die jacht, maar kan het geld van die dure spullen en banktegoeden waar nu beslag op wordt gelegd, of wat bevroren wordt eigenlijk, van de rijke Russen straks gebruikt worden voor de wederopbouw van Oekraïne? Je zei al, van we mogen het niet confisceren en verkopen. Nee. Tenzij we daar de wet voor aanpassen misschien. Ja, daar wordt wel over nagedacht. Maar want er is een motie in de Tweede Kamer geloof ik die daar onderzoek naar wil doen. Ja, klopt. Dat zou wel tegen het idee van de sanctiewet of de sanctieregelgeving uit Europa indruisen. Ja. Want de gedachte is niet dat we het innemen. Sterker nog, de Europese Commissie heeft gewoon in hun richtlijnen ook aangegeven. Hè, je mag het niet confisceren. Mm. Je moet het bevriezen en uiteindelijk ook weer teruggeven. Mm. Dus die regelgeving zal daar tegen indruisen. De vraag is even of dat kan. Maar zelfs als dat zou gebeuren, dan ben ik heel erg benieuwd of dat gaat lukken ook in Europa. Hè? Dus of je bij het Europese Hof van Justitie zo ver kunt komen. Het is wel een prachtige pot met geld opleveren waar je Oekraïnse steden weer mee kan helpen. Ja, maar er wordt wel nagedacht of het juridisch mogelijk is of die 350 miljard die bevroren is van de Russische Centrale Bank, of je die zou kunnen gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat mag niet, maar men is nu aan het kijken, echt in verschillende hoofdsteden, maar volgens mij ook in Brussel, of dat kan. En dat zou, dan heb je een behoorlijk pot geld om iets voor elkaar te krijgen. Maar wat voor precedent schept dat dan? Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een belangrijke vraag. Mm-hmm. Want als je dus dat gaat doen, dan ondermijn je daar natuurlijk ook het vertrouwen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Mm-hmm. Als je dus op die manier de zaak gaat je toe-eigenen, weliswaar misschien voor een goed doel, je gaat het hele systeem gewoon kapot maken. Maar dat geldt ook eerlijk gezegd voor de manier waarop Amerika continu zijn dollarmacht inzet om iets voor elkaar te krijgen. Je ziet ook terugtrekkende bewegingen over de hele wereld, China, Rusland, om onder die terreur, zoals zij dat vinden, van die dollar uit te komen. En dat is het gevolg van deze sancties? Ja, absoluut. En we zien al in China en Rusland dat het aantal betalingen in yens, in roebels, in de Chinese munt, maar ook in de Europese munt, de euro, dat die hand over hand aan toenemen is. Ja. Snijdt Amerika zich daar mee niet wel in de vinger? Ja, ik denk uiteindelijk dat Amerika zichzelf hiermee in de vingers snijdt. Okay. Misschien nog heel aardig. Daar is ook trouwens ook over voor gewaarschuwd hoor. Mm-hmm. Door de baas van de Amerikaanse Centrale Bank al jaren geleden. Van kijk er mee uit.
Ja, daar hoef ik op aan te haken. Rob zei het ook van, hè, als je dus Amerikaanse goederen levert, hè, goederen die of deels zijn gemaakt uit Amerikaanse producten, dan wordt Amerikaans sanctierecht van toepassing. Mm-hmm. Hetzelfde geldt dus voor iedere dollarbetaling, waar dan ook ter wereld verricht. Hè. Dus als ik een dollarbetaling verricht vanuit Frankrijk naar Rusland, is Amerikaans sanctierecht van toepassing. Ja. En kan ik dus veroordeeld worden als in Amerika, als dat in strijd is met die Amerikaanse sancties. Ja. Nog even terug naar die wederopbouw, want daar hebben we ook een vraag over. Die haakt er eigenlijk wel op in wat we eerder zeiden van Henk, namelijk wie betaalt de enorme schade die is aangericht? Wie gaat die wederopbouw dan betalen? En stel dat dat niet lukt, hè, met die reserves van de Russische Centrale Bank. Gaat de Europese Unie daar dan op inspringen? Ik denk het wel. Ik denk dat de Europese Unie, maar ook de Verenigde Staten, die gaan een deel daarvan betalen, denk ik wel. Ja. Okay. En ook de Amerikanen hebben al miljarden beschikbaar gesteld. Maar dat is natuurlijk allemaal nog onvoldoende. Maar dat gaat wel gebeuren. En op een of andere manier zullen ze proberen om Rusland aansprakelijk te stellen. Maar dat lijkt me heel lastig. Ja, en eigenlijk heb je ook voor Rusland een heel ander vlak. Op voor Rusland natuurlijk ook een soort wederopbouw, Ivo. Als straks ooit in de verre toekomst misschien de sancties weer worden opgeheven. En dan zal McDonald's, IKEA, al die bedrijven die daar hun vestigingen hebben gesloten. Ja. Gaan die daar weer nieuwe winkeltjes openen? Ja, daar ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar. Hè? Ik bedoel, naast alle sancties die we hebben gezien, hebben we inderdaad ook een soort canceling van Rusland gezien. Hè? Een terugtrekking van private bedrijven die op zichzelf best actief mochten zijn in Rusland. De vraag is even, hoe snel gaan die ooit nog weer terug naar Rusland? En dat kan zo nog veel langer duren. Overigens zien we daar ook dat Rusland in dat verband ook sancties tegen Europa heeft uitgevaardigd. Hè. We zien een aantal cliënten van ons heeft al te maken gehad met het Openbaar Ministerie in Rusland, omdat zij mogelijk een terugtrekkende beweging uit Rusland zouden maken. Ja, en dan kloppen ze gewoon aan en dan vragen ze, joh, hou je je wel aan de regels hier? Dus dat is voor die bedrijven ook heel vervelend. Ja, maar dat je dus zo afhankelijk bent van de zelfstandige keuzes die private bedrijven dan maken, ja. die ondermijnen ook weer de sanctiemaatregel als pressiemiddel natuurlijk. Ja, zeker. Althans wel de wederopbouw. Hè? Dus inderdaad het teruginstellen of afbouwen van de sancties en de handel weer terugbrengen. Ja, als dat wordt inderdaad ondermijnd als die private partijen daar niet aan meewerken. Dat klopt. Ja. Rob, dat cancelen van Rusland. Hè? Wat kunnen daar de consequenties van zijn op de lange termijn? Want om het even heel zwaar te stellen, na de Eerste Wereldoorlog hebben we Duitsland heel hard aangepakt. Daarna was het nationalisme daar, kwam ontzettend op. Je ziet nu ook, volgens mij de Russische bevolking gaat als bijna één man achter Poetin staan. Ja. Wat kunnen de consequenties daarvan zijn? Ja, op de toekomst, hoe dat in de toekomst gaat, dat weten we natuurlijk niet. Dat hangt er echt helemaal vanaf hoe hard Rusland getroffen wordt, hoe snel dit conflict voorbij is, hoe de bevolking achter Poetin blijft staan. Maar wat je in algemene zin ziet op dit ogenblik in de wereld, is dat er gewoon blokken aan het ontstaan zijn. Een Chinees blok, een Russisch blok, een transatlantisch blok. En je ziet dat die protectionistische beginnen te worden. Dat blijkt ook uit alle data-analyse, dat echt het protectionisme enorm toeneemt. De handel zal nog wel gebeuren tussen de blokken, maar de technologie blijft vooral binnen de blok, die wordt daar ook ontwikkeld. En de vitale technologie gaat niet naar het andere blok toe. Mm-hmm. Ik denk dat we dat gaan zien. Het is mercantilisme, het is protectionisme, het is eigen economie eerst. Het is transactioneel, voor wat hoort wat. Zero-sum game, jij moet vooral verliezen, want dat win ik. Dus het wordt gewoon een rauwere, economisch een rauwere wereld waarin je komt te leven. Het is wel een enorme breuk met wat we gewend waren. Dat is het globalisme, handel drijven. Ja, het is deglobalisering. Mooie, vreedzame handelsrelaties. Ja, het is deglobalisering. En hiermee is ook een einde gekomen aan al die hoogverheven idealen, dat wanneer je maar of afhankelijk van elkaar wordt, dat stabiliteit in de hand zal werken. En dat is gewoon niet zo. Hè? Dus ook dat is voor een aantal mensen echt een wake-up call geweest. Van ja, maar het klopt dus gewoon inderdaad niet. Hè? Want een land als Rusland, zo afhankelijk van Europa, zo'n grote handelspartner, althans niet voor ons, maar voor de Russen naar ons toe, daarvan zou je nooit verwachten dat die dit soort dingen doen. Want je snijdt uiteindelijk jezelf in de vingers en toch doen ze het. En dat is voor veel mensen toch echt wel een eye-opener, hoor. We hebben nog een laatste vraag van Bilo. Onze jonge kijker, waar we ook... De slotvraag inderdaad. Als je een oorlog niet kan stoppen met sancties, en ja, dat is wel duidelijk geworden vanavond uit jullie woorden in ieder geval, hoe dan wel? Nou ja, in theorie zou je dan een enorm leger erop af moeten sturen. Ja. Die veel sterker is dan die van Rusland.
Maar dat zijn we niet bereid om dat te doen. Want dat gaat veel te veel levenskosten aan de westerse kant. We willen niet in oorlog komen met Rusland. Omdat dan ook de kans vrij groot is dat er een kernwapenoorlog ontstaat. En dan raak je helemaal van de regen in de druk. Want dan wordt gewoon Europa zelf vernietigd als het een beetje tegen zit. Dus nee, dit is gewoon voortmodderen. Dat is eigenlijk wat je doet. En dan maar hopen dat er uiteindelijk een soort oplossing komt. Maar die oplossing, die moet wel worden bereikt in eerste instantie aan de onderhandelingstafel tussen Zelensky en Poetin. Hmm. Die onderhandelen met elkaar en Zelensky die moet bepalen welke concessies hij wil doen. Wij kunnen daar misschien een beetje in sturen vanuit de Europese Unie en de NAVO en de Verenigde Staten. Hmm. Maar uiteindelijk wordt het daar bepaald. En wat er gebeurt en hoe dit tot zijn einde komt, is een afspiegeling van de krachtsverhouding op de grond. Wie wint, of misschien is er geen winnaar, maar is er een padstelling. Dat bepaalt uiteindelijk de uitkomst van dit conflict en het einde van de oorlog. Maar je hebt veel conflicten meegemaakt, Rob. Ja. Althans, van een afstandje natuurlijk. Maar hoe lang gaat dit dan nog duren? Ja, dit kan heel lang duren. Kijk, op het moment dat er echt een padstelling komt en er komt een staakt het vuren en Zelensky is niet bereid om, ik noem maar wat, hè. En wat ik me heel goed kan voorstellen, want ik zou het ook niet doen, om de Donbass af te staan en de Krim af te staan. Nou, dan heb je een zogenaamd bevroren conflict en daar hebben de Russen patent op. Dat zien we in Transnistrië, maar dat zien we ook bij Georgië gebeuren met Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië. Dat zijn allemaal bevroren conflicten. Dus er is een padstelling. Er gebeurt eigenlijk niks. Er is geen oplossing. Af en toe laat het conflict op. Nou, dat kan gewoon jaren duren. De Krim is er ook zo eentje. Dat duurt nu al vanaf 2014. Ja. Oh, dit kan gewoon. Dit kan wel 10, 20 jaar duren dan. He, dat suttelt zo'n beetje door en af en toe ontvlamt het. Ja, het is een soort veenbrand. Wat een somber antwoord voor mij. Ja, ik kan het niet mooier maken. Ja, wat zeg jij dan tegen ondernemers hoe lang dit gaat duren? Zeg je dan ook, nou, hou er maar rekening mee, dit gaat jaren. Ja, zeker. Ja, hou er maar rekening mee. Ik verwacht echt dat die sancties nog een hele tijd in stand blijven. Dat het gewoon heel lastig blijft om zaken te gaan doen met Rusland. Ja, dus het is een eentje van de lange zit. Maar blijft het dan ook zo druk voor jou? Of is het nou, we hebben in 2014 wel gezien dat op enig moment begrijpt men hoe de sancties werken. Of men heeft gezegd, nou ja, laat maar, ik ga niet meer zaken doen met Rusland. Ja. Want het is te moeilijk. Ik krijg niet betaald, dat soort dingen. Maar goed, de bedrijven die dat nog wel kunnen doen, je zei het net zelf ook al in je filmpje, de medicijnenindustrie, voedingsmiddelenindustrie, ja, die kan op zichzelf wel doorgaan. Maar de andere industrieën gaan het lastig krijgen. En dan krijg je dus, Rob, onderaan de streep, het Westen keert zich nog verder af van Rusland. Doorbreekt die banden en Rusland keert zich richting China. Ja, dat gaat gebeuren. Of Poetin moet vertrekken. Ik denk dat als Poetin op een of andere manier vertrekt, hoe dan ook, door de sancties zal hij niet vertrekken. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Want één ding is zeker, er gaan de komende tijd onvoorspelbare dingen gebeuren. Ja. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Dus stel je voor dat op een of andere manier Poetin verdwijnt. Ja, dan kom je in een nieuwe fase terecht. En dan hangt het er maar net vanaf wat er gebeurt in Rusland. Maar het kan ook zijn dat er dan een gigantische chaos ontstaat. Een beetje vergelijkbaar met de jaren 90 toen Yeltsin aan de macht kwam. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Maar dan zou je in een situatie kunnen komen dat er weer mogelijkheid is tot gesprek. We gaan het zien. Dankjewel, Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. En Ivo Amar, sanctierechtadvocaat. Tot zover de kijkers aanzet over sancties tegen Rusland. Maar blijf vooral kijken naar RTLZ, want zometeen op deze zender is Humberto Tan bij ons. Humberto onderneemt het programma van Humberto Tan, waarin hij op zoek gaat naar de mooiste ondernemersverhalen van Nederland. Ja, in deze aflevering gaat hij langs bij Marloes Hoedeman van het lingeriemerk Love Stories. En Jitse Groen, de oprichter en CEO van Just Eat Takeaway. Veel plezier daarmee. En fijne avond. Fijne avond.